Een mogelijk aankomende loonsverhoging voor de ambtenarij moet verstandig worden doorgevoerd, stelt de voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname, VES, Steven Debipersat, tegenover onze redactie. De econoom geeft aan dat de staat ervoor moet waken dat er geen inflatie wordt aangewakkerd met meer sociale steun en verhogingen. We zijn dit jaar begonnen met een paar uitspraken van de overheid. Dat de overheid meer loon zou geven aan de ambtenaren. Sociale ondersteuning, sociale maatregelen ruimer zouden worden en naar een grotere groep zouden gaan. Dus dat moet wel op een goed doorberekende manier gebeuren, want we willen niet hebben dat deze twee zaken inflatie aanwakkeren. Debipersat geeft verder aan dat er nu niet gesteld kan worden als Suriname op economisch vlak de goede kant opgaat. Het zal nog blijken als de recente koersdalingen een dusdanig positief effect hebben op de hedendaagse economie. Dus we hebben gezien, eigenlijk hebben we steeds het omgekeerde gezien, het negatieve gezien, dat op het moment dat de devaluaties, dat de SRD hard in waarde daalt, is gebeurd in 2022 en ook daarvoor, dan merk je dat het een negatieve schok heeft op de economie. Het is, voor zover ik mij kan herinneren, niet zo recent gebeurd hoor, dat de koers zo hard is gedropt. Dus je zou aannemen van oké, dan moet het omgekeerde gebeuren, dat het een heel goede prikkel zou, positieve prikkel zou zijn voor de economie, voor bedrijven en voor consumenten. Om positieve instelling te hebben, waardoor het land sneller vooruit zou gaan, de economie, wat steviger en stabieler wordt. Dat zal nog blijken, omdat we geen recente vergelijk uit het verleden hebben. Debipersat geeft aan dat de recente koersdaling zijn positieve kant heeft, maar niet zo goed uitkomt voor de mensen die in vreemde valuta gespaard hebben.